Kijkers, welkom terug bij Actua. We hebben net Gilly Gonzalez gehad, een van de bekende DJ's van Suriname. En hij heeft verteld over hoe het voor hem is om te gaan met COVID-19, dat overal ter wereld nu een hype is, om het zo te zeggen. Goed, ik zei het aan het begin van het programma al, de repatrianten die zijn er, meer dan 200 man. En we hebben daarom dokter Cleopatra Jesrun, de directeur van Volksgezondheid, bij ons op bezoek vandaag in Actua. Dokter Jesrun, goedemiddag en welkom. Goedemiddag, dankjewel. Bent u een beetje uitgerust? Oh, we zijn nooit echt uitgerust, maar we doen ons best. Oké. Nou, om gelijk met de deur in huis te vallen, dokter Jesrun. Gisteren is een repatriatievlucht geland met meer dan 200 man. Ze zijn in Nederland gescreend en ook in Suriname. Wat is de rapportage van deze screening? Tot nu toe is de rapportage goed geweest. We hebben een goede screening in Nederland gehad. De mensen hebben zich ook aan de regels gehouden. We hebben de social distancing toegepast. Naast de social distancing ook de mondkapjes op en de handhygiënische maatregelen. Dat hebben we ook in acht genomen voor ze. Ze hebben dat ook netjes gedaan. We waren blij om dat te vernemen. Op de vlucht zelf zijn er ook artsen meegekomen. Mm-hmm. En de artsen hebben het een en ander onder controle gehouden in het vliegtuig. De mensen waren zeer emotioneel toen ze ook naar Suriname kwamen. Ze waren blij om eindelijk weer op Surinaamse bodem te zijn. En we hebben ze dus hier ontvangen, ook met de Port Health Officers op de airport. Maar ook samen met NCCR en de mensen van DNV waren daar ook aanwezig. Een team van het ministerie van Volksgezondheid samen met de BOG'ers. BOG is Volksgezondheid, dus. Maar met de Port Health Officers waren daar aanwezig om te observeren als ook alles volgens de instructies van Volksgezondheid verliep. Dat is ook zo aan toegegaan. En de mensen zijn toen allemaal vervoerd naar de quarantaineplekken, de faciliteiten die NCCR dus had gevonden voor de mensen en die door Volksgezondheid uiteindelijk waren goedgekeurd om als quarantainefaciliteit te gebruiken. En we kregen appjes binnen. Overal zijn de mensen tevreden. Daarover zijn we dus natuurlijk als team ook blij over. En zoals u weet wordt een quarantainelocatie als een klein ziekenhuisje of een verpleeghuis gedraaid. Ja. Dus vandaar dat er daar ook een medisch team aanwezig is. Er zijn verpleegkundigen fysiek aanwezig. Ook vanuit hier mijn dank aan de verpleegkundigen die zich bereid hebben gesteld om daar aanwezig te zijn. En de artsen dus die ook de screening zullen blijven doen van de mensen. Want we praten steeds over COVID, maar we hebben ook te maken met mensen die onderliggende aandoeningen hebben. Daarvoor medicaties gebruiken, bepaald apparatuur, etc. En dat moet allemaal wel in place blijven tijdens deze quarantaine verplichte overheidsquarantaineperiode. Oké. Dokter Jesrun, blijft er een medisch team eenmaal 24 uur bij de mensen die in quarantaine zitten? Er is een medisch team eenmaal 24 uur beschikbaar. Er zijn verpleegkundigen dus die daar aanwezig zijn, die de mensen ook zullen blijven monitoren. En bij eventualiteiten zullen ze natuurlijk ook het medisch team op de hoogte stellen. En dat medisch team is op zijn beurt ook weer in contact met een commissie, een onafhankelijke medische commissie, waarbij de voorzitter dokter Dams is. En in dat geval, als er indicaties zijn dat iemand opgenomen zou moeten worden in een ziekenhuis om een of andere aandoening, dan zal dat via die commissie gebeuren. En natuurlijk heeft dat weer zijn eigen links verder door met het crisisteam en daarna ook natuurlijk met mij als directeur van Volksgezondheid. Okay. Dokter Jesrun, we weten dat soms mensen ook met hun huisdier mogen reizen, met toestemming natuurlijk. Als dat in zo'n geval zo is, de repatrianten zijn er en ze reizen mee met hun huisdier, wat gebeurt er met zo'n huisdier? Blijft die ook in quarantaine of moet die naar een familielid? Ja, ik heb heel laat, nog volgens mij een uur voordat het vliegtuig landde, heb ik een melding gehad dat er een koppel was die met hun hond afreizen. We hebben daarvoor geen aparte quarantaineprotocollen voor opgeschreven. Wetenschappelijk is er wel bewezen dat dieren dus ook coronavirus kunnen hebben, de SARS-CoV-2 kunnen hebben, maar dat de overdracht van dier tot mens is nog niet wetenschappelijk bewezen. We hebben afgestemd dus dat als het de andere mensen niet zou hinderen, dat het dier samen met de mensen gewoon kon blijven. Ik weet niet of er vandaag andere afspraken zijn gemaakt, het was een late melding.
Dus we hebben geen voorzorgsmaatregelen daarvoor 1, 2, 3 kunnen treffen. En we hopen dat dat toch wel in place is gekomen. Ik moet het nog horen, de rapportage. Oké. Okay. Dokter Jesseren, we hebben de eerste groep repatrianten. Meer dan 200 mensen zitten in overheidsquarantaine. Is het ministerie van Volksgezondheid ready voor een tweede repatriatievlucht? Het ready zijn van repatriatievluchten heeft niet zozeer met de faciliteiten te maken. Ik wil even in de historie gewoon snel teruggaan om een beter beeld te geven. Wat is quarantaine precies? Quarantaine komt van het woord quarantena. En dat staat voor 40 dagen. Het werd tijdens de Black Death, zoals wij in het Nederlands kennen, de pest, werd dat ook gebruikt om alle schepen die aandeden bij een haven 40 dagen te isoleren, apart te houden, alvorens de mensen van het schip mochten komen. Men wilde dus zien als de symptomen, klachten zouden beginnen te vertonen. Hetzelfde is dus daarna in de jaren door in de historie heen nog weer gebruikt. Ook in 1918 met de Spanish flu. Maar we zien het ook met de bubonic plague die we hebben gehad. En we zien het ook met de influenza, dus de Spanish flu, de influenza flu. Ook in 1972 zijn verschillende soorten quarantaines gebruikt. In Suriname hebben we in het gouvernementsblad 137, van het jaar 1953 hebben we de besmettelijke ziektewet. Die besmettelijke ziektewet, daarbij is het verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid en deze de directeur van Volksgezondheid, om ieder die een besmettelijke ziekte vermoedelijk zou kunnen hebben of heeft, af te zonderen van het overig publiek en om de verspreiding van deze ziekte te kunnen voorkomen. Dat is dus in de quarantainewet ook beschreven en dat is waarvoor we dus quarantaine doen. We hebben gezien dat COVID-19 een zeer besmettelijke ziekte is. De mensen komen uit een heel hoog risicogebied. Althans, eigenlijk de wereld is nu in een hoog risicosituatie. Maar ze komen uit een land waar de transmissie, dus de besmettingen van mensen tot mensen, het aantal besmettingen en het aantal doden die we hebben gezien in Nederland, is dus zeer hoog. Ze komen uit zo'n gebied. De kans dat deze mensen dus ook besmet zouden kunnen zijn, is aanwezig. En om die mogelijkheid dat zo iemand vermoedelijk besmet zou kunnen zijn, ik gebruik al die woorden ook achter elkaar, omdat de mensen die we in quarantaine zetten, zijn geen verdachten, zijn geen suspect cases, maar zijn persons under investigation. Je zet ze daar om te kijken als ze binnen 14 dagen, wat gelijk is aan de periode van besmetting tot het vertonen van symptomen, dat is 14 dagen voor COVID, als ze ook daadwerkelijk met klachten beginnen. Als we een vlucht van 200, en dat was 43, mensen hebben, 243 mensen zijn gearriveerd. Als ik de crew moet aftrekken, dan zitten we nog steeds op een 200 plus. En al deze mensen nou ziek zouden beginnen te worden, dan moet je rekening houden met de capaciteiten die je in je land hebt. Het ministerie van Volksgezondheid heeft al in een vroeg stadium deze capaciteiten worden alarm, toen we het alarm kregen van Wuhan op 7 januari, hebben we meteen gekeken naar wat kunnen wij als land en wat zijn onze capaciteiten. Human resources, dus mankracht, hebben we genoeg hulpverleners en maar ook infrastructuur. Okay. Hebben we daar genoeg bedden voor? Hebben we daar genoeg IC-mogelijkheden voor? We hebben toch wel gezien dat een deel van de mensen, een 20% van de mensen, heeft ziekenhuisopnames nodig. Mocht er in Suriname een waarechte ramp plaatsvinden, want de outbreak zitten we al in de wereld, dan zou dat ongeveer 5000 mensen die opgenomen zouden moeten worden, waarvan we zeker een 1500 mensen zouden moeten opnemen in de ICU. En die capaciteit hebben we niet. En die capaciteit hebben we niet. Je wil het dus daarom bij in doseringen gefragmenteerd. Je wil het gedoseerd doen. Wanneer zo'n vlucht nu is geland, gaat het 2 weken duren omdat we, voordat we kunnen zien als mensen überhaupt ziek worden. We hopen van niet, maar het kan. En daarop zijn we voorbereid. Als iemand ziek wordt, gaan we de persoon moeten isoleren. En afhankelijk van de loop van de ziekte bij de persoon, gaat het afhangen als de persoon ook nog opgenomen zou moeten worden. COVID-19 heeft bewezen dat 80% van de mensen milde klachten hebben. Haast geen klacht, maar nog steeds een 20% wel. Als ik een 20% moet tellen van 243 mensen, als ik zou denken dat dat de 100% populatie is,
dan kom je nog steeds zeker op een 40 plus mensen. De capaciteit die wij in Suriname hebben met IC-bedden kan hooguit 48 op dit moment aan. Dus je snapt waarom dat toch wel met elkaar te maken heeft en waarom het ministerie van Volksgezondheid zeer voorzichtig is in de adviezen die we geven. Zeer voorzichtig kijkt naar de mogelijkheden die we hebben en wat kan. En natuurlijk willen we al onze Surinamers terug. Voor ons part, als het niet om een health issue ging, ja, dan had je al je Surinamers teruggehaald. Maar in deze praten we niet over een natuurramp. We kunnen de mensen ook, jammer genoeg, want quarantaine moet ook voldoen aan bepaalde eisen. Ja. En daar is het ministerie van Volksgezondheid mee belast, omdat het om een health issue gaat. Je kan jammer genoeg, bij een natuurramp zou je mensen kunnen opvangen. En dan praat je niet over quarantaine, dan praat je over opvang. En dan kan je mensen opvangen op de manier hoe je dat kan en hoe je dat wilt. Maar bij een besmettelijke ziekte moet je rekening houden hoe je ze plaatst, waar je ze plaatst. De ruimte waar ze geplaatst moeten worden moet apart zijn. Ze moeten in een aparte ruimte zijn, een aparte kamer, een goede ventilatie, goede individuele hygiëne, maar ook publieke hygiëne. Dus het heeft heel veel dingen die ermee gepaard gaan, volksgezondheid-wise, waardoor dat zeker, het moet streng genomen worden, omdat we niet alleen de waarborging hebben van de gezondheid van de repatrianten, we hebben ook de waarborging van de gezondheid van Suriname, van de Surinamers al hier. Een grote uitdaging dus, dokter Jesserun. Ja, we doen het niet alleen. We doen het niet alleen en ik zeg het ook vaak, de mensen, soms krijg ik appjes, telefoontjes en mensen vragen me, hoe trekt u het nog? En ik doe het niet alleen. Ik heb een arsenaal aan mensen achter me. Ik heb een heel goed team waarmee we vanaf januari hard samenwerken om bepaalde protocollen al in place te kunnen hebben gehad voor in case het Suriname zou binnenkomen. Onze eerste versie was 11 februari al af. En natuurlijk is het een dynamisch document dat steeds weer wordt aangepast, want steeds weer komen er nieuwe dingen bij. Kijk, zoals iemand komt ook met zijn hond, reist met zijn dieren af. Maar natuurlijk komen er daarnaast ook veel meer dingen bij kijken. Ook hoe handel je af aan het einde van de rit, hoe doe je de exit screenings. Dus heel veel protocollen zijn er langzamerhand bijgekomen. Het is een dynamisch document. Het is nu ook een veel dikker document geworden. En elke dag weten we weer iets nieuws. We moeten blijven onthouden, COVID-19 is een nieuw virus. Niet alleen voor ons in Suriname, maar wereldwijd. Heel nieuw. We weten er nog weinig van. Wat we ervan weten, daarmee werken we. En elke keer als er iets nieuws bij komt kijken, dan weten we dat we onze protocollen moeten aanpassen. Dus wat gisteren nee was, kan morgen ja zijn. En wat gisteren ja, dit kon nog wel, kan morgen ook nee zijn. Dus het is op de voet blijven volgen. Vandaar dat we niet echt uitrusten. Op de voet blijven volgen en voorzichtigheid, dokter Jesserun. Ja. We hebben personeel van het ministerie van Volksgezondheid dat in de ambulances uitrukt om naar mensen toe te gaan die een geval zouden kunnen zijn van een COVID-19 besmette persoon. Wat is het traject vanaf het punt dat men belt naar het contactadres toe dat er allemaal wordt gedaan? Het is een lang proces. Ik ga proberen zoveel mogelijk de highlights eruit te vertellen. Okay. Anders staan we een tijdje hier. Mijn man heeft me gisteren ook nog, of eergisteren was dat, op een briljant idee gebracht om dat te laten filmen. Okay. En dat willen we ook doen, zodat men een betere kijk heeft op de processen zelf. Eerste proces is natuurlijk als men belt. Men belt omdat men griepklachten heeft of men belt omdat men in contact is gekomen met iemand die uit het buitenland is gekomen. Zoals u weet zijn onze grenzen nog steeds behoorlijk permeabel en mensen vinden altijd wel een manier om illegaal over te steken. We hebben gemerkt dat het publiek zeer alert is daarop. Dus we krijgen veel telefoontjes nu bij 178 waar men belt om te zeggen ik heb gisteren mensen gehad uit Frans-Guyana en de moeder begon te hoesten. En dan checken we eerst hoe het verhaal in elkaar zit. Dat gebeurt dus bij 178. Daar is een deel van het team van VG, waarover ik het had, die achter me staat ook, is aanwezig. Er zijn artsen daar ook aanwezig en het wordt met hun besproken. Zo'n arts bespreekt het dan ook met de infectioloog om te weten, gaan we deze persoon, voldoet die persoon aan als een suspect case? We hebben daarvoor criteria.
Want je moet natuurlijk klachten hebben, maar daarbij moet je ook nog andere criteria hebben. Je moet in contact zijn geweest met iemand die uit het gebied komt met klachten. Of je moet in contact zijn geweest met iemand die positief is getest. En dan horen we bijvoorbeeld zwabben. Dan wordt een ander deel van het team geactiveerd dat dan meteen uitrukt met de ambulances. We hadden aangegeven, onze aangewezen ambulances zijn in dit geval nu de RGD. We hebben met het militair hospitaal, want het werd op een gegeven moment ook heel veel voor RGD, hebben we afspraken gemaakt en die stellen dus ook drie ambulances ter beschikking. Ook met personeel dat door ons getraind is om dan mee te helpen met het swabben. De mensen gaan naar de huizen toe. En we vragen daar zo, of naar de polykliniek, als het op een polykliniek is ontdekt. En we vragen daar aan de mensen om te blijven op de plek waar ze zijn. Wat hebben we wel gemerkt? De persoon, de beller, geeft aan, ik voel me ziek. We geven aan, we komen eraan om je te swabben. En wanneer we aankomen, zijn ze er niet. Ja. Dat krijg je wel. En dat is minder prettig, omdat je moet nagaan, als het om een positieve persoon gaat, is in die tussentijd die persoon nog even naar de winkel gegaan en nog eventjes naar een tante gegaan die 80 jaar oud is om wat eten te brengen en nog even naar. Maar de meeste van de mensen zijn dan wel thuis. Ze worden geswapt en ze worden gevraagd om thuis te blijven. Er wordt dan bewaking voor ze geplaatst om de test af te wachten. Ik wil gelijk erbij vermelden, dit is niet hetzelfde als thuisquarantaine. Dit is in afwachting van de test. Omdat de logistiek ook niet haalbaar is om iedereen dan meteen naar quarantaineplaatsen te brengen om daarna te horen dat de test toch negatief is en de persoon weer terug te brengen. Daarnaast heb je dan ook een beter beeld als je bewaking hebt thuis bij de mensen thuis. Omdat als ze met meerdere mensen in het huis zijn en je hebt ze geswapt en ze blijken positief, gaan al die mensen meteen in quarantaine moeten. En heb je ze eigenlijk allemaal alvast in een plekje. Dat verloopt wel goed. Iemand geswapt blijft men meestal ook wel thuis met de bewaking erbij. Als er eventualiteiten zijn, worden we sowieso gebeld. En dan roepen we hulp in van de sterke arm. Wanneer het wordt geswapt, kan het of naar het centraal laboratorium worden gebracht of naar het academisch ziekenhuis. En daar heb je dan ook weer een deel van het team dat belast is met het testen. Zoals u weet hebben we, zoals wereldwijd, er is een schaarste aan testen. In Suriname hebben wij ook testen binnengekregen, maar de testen komen in kits. En niet alle componenten hebben we ook binnengehad. Dus we hebben ook niet zoveel testen dat we zeggen we gaan maar iedereen testen die. Ja. En elke keer dat je een test doet, is er een plaat waarop je die test doet, die ook meerdere vakjes heeft. Dus je zou meerdere testen kunnen doen. Daarom zeggen we dat we nu batchen. We laten het even opstapelen, want dan krijgen we zo 10 telefoontjes binnen. Dus dan wachten we totdat alle 10 ambulances binnen zijn en dan testen we het. Waardoor het soms ietsje langer dan die 6 uren die in het begin was aangegeven kan duren. Maar in elk geval binnen 24 uur hebben de mensen antwoord. En dan wordt er getest en dat wordt ook allemaal bijgehouden. Als de persoon positief is, dan gaat de ambulance wederom naar daar, haalt de persoon op. De andere mensen worden naar quarantaine ook gebracht en die persoon die positief getest is, wordt natuurlijk ook geplaatst in een isolatieruimte. Dat hebben we nu in het Wanika ziekenhuis, vanaf het begin in het Wanika ziekenhuis en ook nog steeds in het Wanika ziekenhuis. Mocht de persoon in die tussentijden ernstigere klachten krijgen, dan kan de persoon worden verplaatst naar de ICU, de Intensive Care Unit. En op dit moment kan dat ook in het Wanika ziekenhuis. Zodat we dat allemaal centraal hebben gehouden. In het begin was het RKZ ziekenhuis, omdat toen Wanika ziekenhuis nog niet zo ver was. Nu zijn ze ready en dan kunnen we ze daar. We hebben daar 8 ICU bedden en dan kunnen de mensen eventueel daar opgenomen worden. Dat wil niet zeggen dat het RKZ, de ICU van RKZ, die hebben een geweldige job gedaan. Ook mijn compliment aan hun. En dat gaat ook door gebruik blijven worden. Maar we houden rekening met verschillende scenario's natuurlijk in het land waar we belanden als we echt een outbreak krijgen. Als het negatief is, wordt de beller ook op de hoogte gesteld. Van uw test is binnengekomen en uw test is negatief. De bewaking wordt ook op de hoogte gesteld en die mag dus weg. En de persoon is dus weer vrij in beweging. Misschien als ik geen stap heb overgezet. Ja, dan hebben we, als we de persoon positief hebben, dan komt de afdeling epidemiologie bij kijken. Daar is er ook een deel van het team, die we nu ook hebben versterkt met nog meer artsen. En we hebben recentelijk samen met de IDB en de PAHO een GoData, dat is een datasysteem, toegepast waarin alle mensen worden bijgehouden. Dus iedereen die wordt getest, iedereen die een verdacht geval is, alles wordt bijgehouden.
Alleen zodat we aan het eind van de rit ook grafieken kunnen presenteren van hoe het er allemaal uitgezien in die tussentijd. Maar het vermakkelijkt ook voor de epidemioloog de tracering van contacten. Zo'n persoon wordt dan door de epidemioloog ondervraagd waar die persoon de afgelopen dagen is geweest, wat die persoon heeft gedaan, wie hij of zij heeft ontmoet, zodat al die contactpersonen kunnen worden opgebeld. En daar is het natuurlijk belangrijk dat de persoon zo eerlijk mogelijk is. Soms zegt men de waarheid, soms zegt men de waarheid niet. Omdat je iedereen toch wel wil vinden. Op dit moment zijn we in Suriname in de gelukkige omstandigheid dat we maar 10 gevallen hebben. Dat is omdat wij die curve hebben zien te plat te drukken. Plat te drukken, ja. In andere landen zijn er geen measures genomen. Er zijn geen maatregelen getroffen. Men heeft het gewoon open gehouden. En we hebben gezien wat dat ook heeft gedaan in andere landen. En dat beeld wilden we echt niet hier niet in Suriname. Niet hier, nee. Sowieso we hebben heel strenge maatregelen getroffen die ons op een gegeven moment de epidemie in een platte curve houdt. Dat wil niet zeggen dat COVID weggaat. Nee. Het is belangrijk om te benadrukken. COVID gaan we mee moeten leren leven. Natuurlijk hopen we, en dat is het bidden dat we elke dag ook doen, dat we heel gauw een vaccin hebben. En als we niet zo snel een vaccin hebben, want de wetenschappers hebben ons al gezegd dat dat niet zo snel gaat komen. Het duurt zeker een jaar, anderhalf. Oh. Hopen we op een medicijn. Mm-hmm. Want ook Suriname gaat moeten leren leven met COVID-19. Is net als H1N1, dat is ook al endemisch geworden. Dat is ook een deel al van Suriname. En natuurlijk, als ik daarop verder moet ingaan, staan we nog een half uur hier. Dus ik denk dat ik het even daarbij ga laten. Ik hoop niet dat ik een stap heb gemist. Maar daarom wil ik het toch wel graag in beeld brengen. Mm-hmm. En dan kan men ook kennis maken met de mensen die eigenlijk vanaf januari heel hard achter de schermen werken. Ja. En ook mij bijstaan en input geven. En ik moet natuurlijk ook naar de deskundige, de iets oudere deskundige, want dit is nogal een jong team, maar ook de iets oudere deskundige die mij dagelijks bijstaan. En ook verschillende wetenschappelijke artikelen met me bediscussiëren. Wil ik ook bedanken van deze kant uit. Oké. Nou, dokter Jessen, om even terug te gaan naar Wanika's ziekenhuis. We zijn er blij om dat er geen personen zijn die geïnfecteerd zijn met het coronavirus. En dat we nu op 3 zitten die herstellende zijn. Maar nu ligt Wanika's ziekenhuis stil, want niemand komt binnen. Zijn ze ready, mocht het zijn, wat we niet hopen, dat er een geval er naartoe moet? Ja, kijk, Wanika ziekenhuis staat niet stil. Want natuurlijk is Wanika ziekenhuis niet alleen voor COVID. Wanika ziekenhuis is ook gaande om operationeel te worden als any other ziekenhuis in Suriname. Ze hebben hun deel van COVID hebben ze al gedaan, doen ze ook nog steeds. Dat is gewoon nu wachtende voor het geval indien en wanneer of wanneer wij meerdere gevallen krijgen, zijn ze dus daar ook ready voor. Maar de operaties gaan gewoon door. Wanika ziekenhuis is niet. We gaan na COVID-19 gewoon nog door met Wanika ziekenhuis. En dan wordt dat gewoon een ziekenhuis zoals alle andere ziekenhuizen in Suriname. Okay. Dokter Jessen, ik wil nog één stukje stressen. En dat is het stukje van social distance en handen wassen. Toen de besmette gevallen van COVID-19 in Suriname waren, was iedereen in een hype van handen wassen en social distance. En iedereen lette daarop. Nu merken de mensen in de samenleving dat het aan het dalen is. En we merken ook dat de straten drukker worden en dat mensen beginnen te vergeten, zeg maar, dat we deze maatregelen nog moeten blijven aanhouden. Wat zegt u aan de gemeenschap daarover? Ik vraag de gemeenschap om de public health, de volksgezondheid, maatregelen in acht te blijven nemen. En ik ga u uitleggen waarom. We hebben gemerkt dat onze cijfers, dit jaar hebben we geen piek gehad van griep. Ja. Want handen wassen en social distancing is voor elke griep hetzelfde. Ook in dit geval voor COVID-19. Het is niet zomaar dat we zijn gekomen op 10 gevallen, maar, veel mensen noemen het ook maar, ik zeg gelukkig. Het is niet zomaar. Het zijn die preventieve maatregelen die we hebben getroffen. De preventieve maatregelen die we vragen aan de gemeenschap om door te blijven doen. Want dat gaat ook een onderdeel worden van ons leven.
We hopen dat social distancing op de een of andere manier op een gegeven moment straks anders kan. Maar handen wassen, dat gaat gewoon een onderdeel worden van ons leven. COVID-19 gaat niet meer weg. COVID-19 gaat in elk land aanwezig blijven. Het gaat erom gaan, hoe gaan wij ermee om? Hoe zullen we ermee omgaan? Hoe snel zullen wij immuniteit ertegen hebben? Hoe snel zal er een medicijn zijn? Hoe snel zullen we vaccins hebben? Maar om het ook daadwerkelijk op die afstand te houden, blijf die social distancing in place. En ik wil niet dat men moet wachten totdat we weer gevallen binnenkrijgen, dat men dan weer social distancing gaat doen. Als we het zo blijven houden, als we die 2 meter in acht blijven nemen, als we handen wassen in acht blijven nemen, en voor sommige mensen ook nog de gezichtsafdekking, want dan wil ik daarop wel snel ook nog weer wat zeggen. Gezichtsafdekking, het ministerie van Volksgezondheid heeft het altijd gehouden op, we doen aan gezichtsafdekking het moment dat we community spreading hebben. Community spreading is wanneer er onder de bevolking al in de gemeenschap al ongecontroleerde overdracht is. Op dit moment zijn we nog niet daar. Maar we zien dat mensen het wel nodig achten. Ze vinden het prettiger en ze voelen zich veiliger erbij. En we hebben dan besloten als ministerie van Volksgezondheid om dan de instructies te geven. Hoe kan je het best doen? Maar ook de instructies dat we die professionele maskers gaan laten voor onze professionals. Want het is schaars. Het is schaars in de wereld. En onze professionals gaan het nodig hebben om dezelfde gemeenschap die het opmaakt te behandelen. Ja. Dus we moeten wel voor ze overhouden. Maar er zijn ook andere alternatieven. Er zijn ook katoenen doeken waarmee je dus gezichtsafdekking kan doen. En ik wil ook nogmaals benadrukken. Een gezichtsafdekking, neus, mond dichtmaken met een doek. Nog ook met een gezichtsmasker als het niet goed wordt gebruikt. Is geen bescherming voor jezelf. Is een bescherming voor de ander. Dus als ik besmet ben en ik draag geen mondmasker of mondafdekking. Yeah. U wel. Dan heeft u nog steeds grote kans om besmet geraakt te worden door mij als we die afstand niet houden. En als we die handen wassen maatregelen niet houden. Terwijl als ik die ziek ben, die afdekking doe, dan heeft u een kleinere kans om besmet te raken. Dat hebben we ook vanaf het begin gezegd. Het is ook voor de zieke mens. Maar als u als gezonde persoon ook wenst om een gezichtsafdekking te doen, omdat dat toch wel ook een klein percentage van besmettingsmogelijkheid vermindert. Dan is dat goed. Maar een gezichtsafdekking is niet de enige bescherming. Want als we beide ons gezichtsmaskertje op hebben, of gezichtsafdekking, ik noem het liever een afdekking, want het is niet een bescherming, het is een afdekking. En we geven elkaar diezelfde brassa's en we gaan er niet goed mee om, dan hebben we niets gedaan. Ja. Is nog steeds de beste methode, en dat is wereldwijd, is handen wassen, de handhygiëne toepassen, de nies- en hoestetiketten. Het klinkt echt ook werkelijk cliché en lastig dat we het steeds weer halen, maar dat zijn de beste methodes. En op welke vraag die u mij dan ook stelt, zal het antwoord zijn, het zijn die basismaatregelen die ons gaan beschermen. Dus ik vraag de gemeenschap nogmaals, handen wassen, handen reinigen, je omgeving schoonhouden, je nies- en hoestetiketten, in de elleboog niezen of hoesten, in wegwerpdoekjes, meteen wegdoen. En zoveel, zo min als mogelijk je gezicht ook aanraken. Ja. En dan moet het zeker goed komen. Dr. Jesseren, mogen we u heel erg dankzeggen dat u bent geweest in het programma Actua. En dat u ons van al deze informatie heeft voorzien. En natuurlijk kunnen we u succes toewensen. Maar ik denk dat kracht een beter woord zou zijn. Hè? Aan ons allemaal. Ja, beter woord zou zijn. Maar ik zou zeggen, blijft u het goede werk voortzetten. U heeft het gehoord ook vanuit de samenleving. We zijn trots op u en ook Dank op uw team. Dank u wel. Kijkers, we hebben het gehad van Dr. Cleopatra Jesseren, de directeur van Volksgezondheid. Dat was het voor het programma Actua vandaag. Op deze dinsdag. We hebben in het programma gehad Gilly Gonzalez, die heeft gesproken over zijn DJ-werk, hoe hij omgaat met het COVID-19 gebeuren. En we hebben ook mevrouw Indra Hu gehad in het programma, die heeft gesproken over het videoboek dat ze heeft gemaakt, waar er verteld wordt over het coronavirus, maar heel speciaal voor kinderen. Morgen zijn we er weer met een gloednieuwe aflevering van het programma Actua om 12 uur. Tot 1 uur 's middags. Tot morgen. Goedemiddag.